Het is weer tijd voor de Nations League. België tegen Engeland vanavond op het programma. We zullen zien wie op FIFA deze wedstrijd gaat winnen. België tegen Engeland. Vorige keer hadden de Belgen verloren. Dus nu kunnen ze wraak nemen van de vorige wedstrijd. België gaat voor een 3-4-2-1. Engeland een 5-2-3. De wedstrijd begint. Engeland meteen in de aanval. En ook een goal meteen. Geen goede start voor België. Maar ook zeker goed afgewerkt van Engelsen. Eerste hoekschop voor de Belgen. Oeh, Lukaku. Nee, jammer. Lukaku weer. Kan hij scoren? Nee, lukt helaas niet. Het voordeel is dat de Rode Duivels hier een corner uit krijgen. Hier hebben we Sterling. Hij kan elk moment voorzetten. Goed verdedigd. En even een weer random tijdens de wedstrijd. Dat is wel altijd mooi om te zien, een wave. Engeland weer de aanval in. Gaan ze... ik hoorde wel, pakte hem al. Lukaku met aanval. Hij is niet snel genoeg. Maar ik kan wel nog passen. Maar die bal belandt gewoon in de handen van Pickford. We gaan bijna rusten. Met een 0-1. Ja, nu gaan we rusten met 0-1 stand. De spelers zijn klaar voor de tweede helft. Sterling is heel erg snel. En Engeland heeft wel het meeste balbezit in deze wedstrijd. De eerste wissel. Carrasco komt erop. En Mount komt erop. De Belgen komen nu dicht bij het doel. De Bruyne. Ah, jammer. Weer een hoekschop. Nog eens een wissel voor België. Trossard gaat erop komen. En Rashford komt er ook op voor Engeland. Het ziet er naar uit dat de Belgen deze wedstrijd gaan verliezen. De Belgen hebben nog maar een paar minuten om gelijk te maken. Nu kan het misschien nog. Laatste aanval van deze wedstrijd. Een wegkans. Dus, dit was de wedstrijd. Ook de video. Ik hoop dat de Rode Duivels wel de echte wedstrijd zullen winnen. Maar hier verliezen ze. Ik wil bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik u weer terug bij een volgende video. Dus, doei doei.